Hallo en welkom bij de unboxing van Race Pace, de Steer to Victory Edition. De Steer to Victory Edition is een nieuwe editie van het spelletje Race Pace. Wat is er veranderd? Onder andere de handleiding. Er zijn nieuwe circuits, er zijn nieuwe variaties, nieuwe modi. En er is een nieuw soort spelersbord waardoor dat het lijkt alsof dat je eigenlijk een Formule 1 stuur in handen hebt. Ziezo, dit is alvast ons herwerkte regelboek. Te veel afbeeldingen. Omdat dat altijd handig maakt. Hier zijn andere spelvarianten. En hier nog eens in het Engels. Dan krijgen we een aantal punchboards. Ik zal zien dat ik ze allemaal in één keer heb. Ziezo. En dit zijn dan alvast onze spelersborden, die zoals je ziet zeer gemakkelijk uit te punchen zijn. Het is iets dunner karton dan de 3 mm, maar het is toch zeker 2 mm. De punchen heel gemakkelijk, blijven ook geen sporen achter. We eens proberen bij een ander stuur. Zoals je ziet, het valt er eigenlijk al bijna uit. Wat natuurlijk positief is. Ziezo. En zo hebben we er een aantal. Het is een spel van 2 tot 8 spelers. Dus meer dan voldoende sturen en punchboards in het spel. Dan hebben we ons spelersbord. Dus in 4 gevouwen. En ziezo. We zien hierop de verschillende leaderboards. De informatie van het circuit dat we waarschijnlijk zullen moeten trekken van een kaart. Weersomstandigheden. Welke banden er nu gebruikt worden. Welke invloed die heeft op de snelheid en dergelijke meer. Natuurlijk die banden die zullen verslijten. En hier zien we nog verschillende power-ups, driver skills, levels en dergelijke meer. En dan zien we hier onderaan ons parcours dat we moeten afleggen. Ik heb de regels nog niet gelezen, dus ik weet nog niet 100% hoe dat je het spelletje speelt. Wat zit er nog in de doos? Wel, een zipbag met nog zipbags en onze verschillende plastic componenten, onze plastic wagentjes, waarmee we over het asfalt zullen scheuren. En dan als laatste nog een stapeltje kaarten. Ziezo. Het zijn verschillende circuits. Speed limits. Race situations. Onze machine omdraaien. Dit zijn de weersomstandigheden. Het regent blijkbaar veel. Of het is extreem droog. Race situaties. Het lijkt wel complex, als ik eerlijk mag zijn. Maar Heat leek dat ook in het begin. En op zich viel dat ook goed mee. De kaarten zijn vrij dun en zijn van standaard grootte. Ziezo, dit was onze unboxing van Race Pace, de Steer to Victory Edition. Uitgegeven door Bad Rule Games en kan je spelen tot 8 spelers. Bedankt om te kijken.